Ja, nou ja, Jans is natuurlijk alles bepalend geweest omdat hij het boek geschreven heeft. En je wil natuurlijk, als je een scenario gaat schrijven en vervolgens een film gaat maken gebaseerd op een boek, heb ik wel geleerd in de loop der jaren, moet je dicht bij de ziel van het boek blijven. Dus je moet op zoek gaan naar het hart, het ziel, de ziel. Waarom zijn zoveel mensen, 800.000 mensen hebben het boek gekocht, 2,5 miljoen mensen hebben het boek gelezen. Waarom zijn zoveel mensen geraakt door het verhaal? Waarom? Daar moet je naar op zoek gaan. Als je dat gevonden hebt, dan moet je dat koesteren en dan moet je proberen om dat mee te nemen in je verfilming. Nou, en Jan heeft op een gegeven moment in de gesprekken die hij met mij, met de scenario schrijver, met Barry heeft gevoerd, ja, gevonden, na het lezen ook van het script, dat we met die ziel heel zorgvuldig omgingen. Ondanks dat we, zeg maar, ja, ruim de helft van het boek niet hebben verfilmd, niet hebben gebruikt. Mijn vader leest alleen nog maar de Bijbel. En over de Bijbel. Preken over de Bijbel, commentaren over de Bijbel. En daarom ziet hij niet meer zo heel goed wat om hem heen gebeurt. Ja, houd je mond. Waarom lees ik hier geen normale mensentaal? Houd je mond. Geen kind kan hier een touw aan vastknopen. Heb je er ooit wat van begrepen? Houd je mond! Tom, lieverd. Ja, het grappige is, de eerste acteurs die op casting kwamen, en ook actrices, die kleden zich in het zwart. Dus de actrices die dan opgingen voor de rol van Margje kwamen met zwarte kousen, met zwart jurkje, met lange mouwen. En dan zei ik altijd, nee, het is een hele gezellige vrouw met een beetje décolleté en blote armen en een bloemetjesjurk en leuk haar. En die man, ja, als je goed leest in het boek, die heeft een ander pak aan dan alle anderen. Hij ziet eruit als een filmster, zo wordt hij ook beschreven door zijn zoon. Het is, en als je de foto's ziet van de echte Hans Sievers, de vader van de schrijver, van Jan Siebelink. Het is ook een krachtige man met felblauwe ogen. En zoals mijn moeder altijd zei, een knappe verschijning. Dus we zochten naar twee mensen die aantrekkelijk zijn, waarmee je kan identificeren. En dan ga je dat hele donkere avontuur in. En ja, zo kwamen we bij Barry terecht. En zo kwamen we, toen we Barry gevonden hadden, ook bij Noortje Hella terecht. Hans? Wat is dit? We zijn een klant kwijtgeraakt. Maar hij had deze nooit vergeten.